Welkom bij weer een nieuwe video van Vegan Lifestyle TV. Vandaag gaan we Indonesische spersiebonen maken. En dat is de verkapte versie van de sejoer boontjes. Ik heb deze boontjes al afgespoeld, dus ik hoef ze alleen nog maar te doppen. Scheutje olie erbij. Dan zet ik ze 3 minuten op. Ik heb ook alvast rijst aan het koken, dat serveer ik erbij. Ga ik vast het sausje maken. Kruidendoek erbij. Doe ik de sojasaus erbij. De gembersiroop. De uitjes vastsnijden. En dan bewaar ik ze hier eventjes, want deze gaat straks op het laatst pas bij de boontjes in. Mag de gember erbij. Ongeveer een stukje van 1 centimeter. En dat is gewoon wat je zelf lekker vindt en wat je gewend bent qua smaak. Dan ga ik de knoflook in stukjes snijden. Om gedroogde tomaten snijden in stukjes. Hier de pinda's, die gaan zo meteen over de Indonesische spersiebonen als topping. En ik vind het zelf altijd wel lekker dat ze even een beetje grof gehakt zijn. Als ze dan ongeveer 8 tot 10 minuten gekookt hebben, dan giet ik ze af. Nog even zo staan, zodat even ergens de nap eraf gaat. En dan doe ik zo meteen de uitjes en de andere ingrediënten erbij. Normaal gesproken bij sajoerboontjes wordt gebruik gemaakt van garnalen. En daarom noem ik dit Indonesische spersiebonen. Ze smaken nou eigenlijk gewoon hetzelfde als de sajoerboontjes, maar dan veganistisch. Dan nog deze beide boontjes in. Even goed doorroeren. Hierbij het gerecht Indonesische spersieboontjes. Ik hoop dat jullie het lekker vinden. Eet smakelijk!